mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Dit is een extra video en daarom heeft het ook geen intro. Ik maak deze extra video omdat ik best wel veel reacties kreeg over dat ik zou gaan verhuizen van server. Ik moet jullie bekennen. Ik ben terug op Hurricane Hill gegaan omdat de nieuwe server dus nog niet werkte. Wat je had gezien als je de video van serverwissel had afgekeken. Maar ja, iedereen maakt fouten. Serieus, zelfs Tiffany, waarmee ik aan het skypen was, die dacht dat ik op de andere server was gegaan en dat we elkaar niet konden zien en zo. Even serieus. Maar goed, ik ben dus terug op Hurricane Hill en ik ben ook van plan om niet meer naar de nieuwe server te gaan als die uitkomt. Want ik heb best wel veel reacties gekregen van ik denk dat ik uit de club ga omdat ik er toch liever voor kies om voor mijn vrienden te gaan en jammer genoeg niet voor de club. Nou, ik heb ook tegen hun gezegd van kijk vanmiddag de video op mijn YouTube kanaal waarin ik alles uitleg. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga niet naar Hurricane Hill. Ik zal de hele server, Ik zal de hele club zeggen dat ze niet naar de andere server hoeven. En er werd ook positief op gereageerd. De video van goed dat je zegt dat dat mensen er daarom zijn uitgegaan of zo, ik weet niet precies meer, maar ja, ik blijf dus op Hurricane Hill tot op een dag ik echt geen andere keus meer heb. Maar die drie punten die ik toen in mijn vorige video heb genoemd van die server wisselen, dat is toch, dit is niet echt heel erg, want ik vind het eerder erg dat mijn vrienden, om wie ik het eigenlijk doe, dan uit de club gaan. Dus voor de zoveelste keer, ik blijf op Hurricane server, Hurricane Hill server. Ik zorg dat de hele club er blijft en we zorgen er gewoon voor dat het een leuk, ja, dat het gewoon leuk blijft. En ja, het is moeilijk uit te leggen, maar ja, ik vind het belangrijke informatie voordat ik nog meer vragen krijg van ja, ik denk dat ik eruit ga, maar is het nou echt zo en zo? Maar ik ben dus al lang weer teruggegaan, omdat de Dandelion Hill server dus nog niet werkt. En zoiets had ik wel kunnen verwachten, aangezien er al zoveel mensen op waren, had ik kunnen weten dat het nog niet werkte. En ja, ik ben dus terug op Hurricane Hill. Ik heb dit echt al 5 keer gezegd nu in 3 minuten. Maar ja, het is wel zo. En ja, ik wil gewoon dat jullie het weten dat het niet makkelijk is om clubleider te zijn. Want iedereen denkt, oh leuk, clubleider, dan ben je de baas en dan mag je alles doen. Maar in mijn geval is dat niet zo. Je moet echt verantwoordelijkheid hebben en zo. Maar dat zijn allemaal volwassen praatjes waarvan ik denk van, dit had ik eigenlijk niet verwacht. Maar als je het eenmaal kent, dan valt het mee en kan je ermee omgaan. Maar in het begin was het natuurlijk heel druk en zo. Maar ja, ik ben nu geloof ik een beetje aan het afdwalen. In ieder geval ben ik blij om te melden dat niemand uit de club weg hoeft te gaan. Omdat we niet gaan verhuizen. Want dat doen we dus niet. Dus ik zal het ook, zodra ik dit heb opgenomen, gelijk alles veranderen van de club. Informatie en zo. Dus ik kan het maar beter meteen gaan doen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Geef een like als je respect hebt voor
Ja, het klinkt heel stom, maar als je respect hebt voor mensen die het best wel moeilijk over na moeten denken of ze meegaan of dat ze hier blijven. Want ik heb daar wel respect voor. Ik like deze video ook zelf. Dus doe dat ook als je vindt dat die mensen echt geweldig zijn. En bedankt SSA. En ja, ik wil je dus bedanken voor het kijken. En doe dus een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want we hebben bijna 50 abonnees. En bij de 100 abonnees ga ik iets superleuks doen. En ik heb een klein nieuwtje voor jullie. Dus wacht heel even met wegklikken van deze video. Ik heb gevraagd voor Star Rider 1 maand voor kerst. En ik heb het idee dat dat eraan zit te komen. Dus dan zou ik echt heel blij zijn. Dus ja. Ik hoop het. Dan, dan ben ik echt heel blij. En als mijn berekeningen kloppen, dan zou het dus zijn als Star Stable een code van Starcoins uitgeeft dat ik een Connemara kan kopen zodra ik Star Rider ben. Dus we hopen het. Nog een weekje school en dan is het vakantie. En volgende week en dan plus nog een dag is het al kerstmis. Dus wie weet word ik het wel. En zo niet, dan is het ook niet erg. Want, ja, het leven draait niet alleen maar om Star Rider. En, ja, het is maar een spel. Maar toch hebben heel veel mensen er plezier van. Dus, dat vind ik wel iets heel moois. En nu begin ik een beetje raar te klinken, geloof ik. Dus, ik sluit de video maar snel af. Tot in de volgende video op zaterdag. Doei!